Jongeren die iets over hebben voor de maatschappij. Sommige 65-plussers zullen in Man bij het Hond beweren dat dat niet meer kan anno 2019. Maar de Rotary Act Haarlem bewijst dat dat niet zo is. We praten vandaag met leden Chantal en Tamara over de Rotary Act Haarlem in een nieuwe aflevering van de Passie Podcast. Dames, leuk dat jullie er zijn. De Rotary Act. Ik denk dat heel veel mensen dat niet kennen. Wat houdt het precies in? Nee, ja, ik denk ook dat het nog niet echt een heel voorkomende naam is momenteel. Als je het ook aan mensen vertelt, dan krijg je nog wel eens vraagtekens. Mm-hmm. Maar wat we eigenlijk doen is, we zijn een jongere variant van de Rotary. Dat mm-hmm. is wat sommige mensen wel nog wel kennen. Maar wat we eigenlijk doen is we organiseren evenementen om geld op te halen voor goede doelen. Mm-hmm. Maar niet altijd per se dat het geld direct naar het goede doel gestort wordt. We willen ook nog wel eens met het geld wat we ophalen ook nog eens een evenement organiseren mm-hmm. voor dat goede doel. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat we eenzame ouderen of demente ouderen een keertje hebben mee kunnen nemen naar het strand. Dus het geld dat we hebben opgehaald, daar doen we ook wel daadwerkelijk iets mee. Waarom storten jullie het niet gewoon? Ja, omdat ik denk dat je er meer uithaalt op het moment dat je ook echt iets kan betekenen en er ook daadwerkelijk bij bent. Dat je ook zelf kan zien dat het geld ook op een goede plek komt. Mm-hmm. In plaats van dat je denkt, ik stort het en dit is het. Weet je? Ja. Dat is ook waar we voor staan. We mm-hmm. vinden het echt leuk om mensen te helpen. Mm-hmm. Dus dat sluit ook gewoon heel mooi aan bij wie we zijn. En hoe kom je hierbij? Is het dan dat je een keer 's ochtends wakker wordt en dat je denkt, ik ga me eens inzetten voor een goed doel? Of... Nou, bij mij zit het al een tijdje sowieso te knagen. Mm-hmm. Ik ben ook maatje geweest voor alleenstaande ouderen. Mm-hmm. Maar ja, eigenlijk wil je in een soort tak zitten waar je veel meer kan doen voor meerdere goede doelen. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment, een vriend van mij kwam ik daarmee in contact. En ja, hij zei dat hij eigenlijk met verschillende evenementen geld ophaalde voor verschillende doelen. Dat we elke keer een ander onderwerp hadden. Mm-hmm. En ja, dat sprak me eigenlijk best wel aan. Dus ja, zo ben ik eigenlijk bij de Rotary terechtgekomen. Oh, en is het voor jou? Ik ben er begonnen als fotograaf. Ik werd uitgenodigd ook om te fotograferen op het eigenlijk startevenement. Mm-hmm. Waarop ik een keer ben uitgenodigd om een keertje langs te komen. En ik ben altijd al iemand geweest die heel veel leuk vond om vrijwilligerswerk te doen. Die echt wel de ambitie had om ook iets te doen voor iemand die het wat harder nodig heeft dan ik. En zo werd ik eigenlijk heel snel enthousiast en ben ik eigenlijk gebleven. Kost het niet superveel tijd? Nou, valt wel mee. Ja, het is ook maar de tijd die je erin wil steken. Kijk, wat wij allemaal wel hebben is, we doen het omdat we het leuk vinden. Je doet het omdat je iemand het leuk vindt om iets voor iemand te doen. Mm-hmm. Dus ik zie het niet zozeer als de tijd die ik erin steek, maar meer de energie die ik eruit haal. Oh, ja. Dus we hebben ook gewoon een hele leuke groep met elkaar. We doen mm-hmm. het, eerst deden we het twee keer in de maand. En nu hebben we het echt naar wekelijks, zeg maar, gehaald. Mm-hmm. Omdat we dan gewoon veel productiever kunnen zijn en meer eruit kunnen halen. Maar nee, eigenlijk... Nee, ja, heel veel tijd. We vergaderen eigenlijk één keer in de week op donderdagavond. Dat is ons streven. Voornamelijk omdat we willen streven naar in ieder geval dat iedereen twee keer aanwezig is in de maand. Mm-hmm. Omdat we dan ook meer eruit kunnen halen en zoveel mm-hmm. mogelijk evenementen ook kunnen doen. En we streven toch wel echt naar 4 evenementen in een jaar, oftewel eentje per kwartaal. En dat zou dan een wat groter evenement zijn. En daarnaast misschien nog wat kleine dingen. En natuurlijk heb je wel eens een groot evenement. En het geld waarmee je dus wat ophaalt, heb je ook weer een evenement mee. Dus weet je, we proberen gewoon eruit te halen wat erin zit. Mm-hmm. En hoe meer, hoe beter. Hoe kies je zo'n goed doel uit? Verschilt sparren. Ook. Ja. is daar veel discussie over? Nee, meestal komen we eigenlijk wel snel eruit. Mm-hmm. Want de vorige evenement hadden we KWF kankerbestrijding. Misschien meer omdat het echt in het beeld stond de laatste tijd. Dat we gewoon zoiets hadden van, laten we daar aandacht aan besteden. Yeah. Ons volgende evenement is voor alleenstaande ouderen. Dus ja, deze was wel wat lastiger, die van alleenstaande ouderen. Want we hadden nu echt een soort idee van, ja, wat zullen we doen? Wat gaan we nou uitlichten? Ja, het is ook een heel breed probleem natuurlijk momenteel. Yeah. En je kan het op heel veel verschillende manieren kan je het aanpakken. En ondanks dat... We zijn natuurlijk maar met een kleine groep. Hoeveel man zit er bij jullie? We zijn nu met z'n negenen. Ja, oké. Okay. Ja, dus kijk, en... We houden het ook graag kleinschalig, omdat we dan vaak meer bereiken. Maar kijk, het is ook maar net welk doel op dat moment actueel is, denk ik. Zoals nu is natuurlijk het hele eenzame ouderen is ook iets wat meer voorkomt. Ja, klopt. Maar we hebben ook wel eens dat goede doelen ons benaderen met de vraag of wij iets voor hen kunnen betekenen. Dus het verschilt ook wel echt. En jullie zijn al Rotary Act Haarlem. Richten jullie ook vooral op Haarlem? Of?
Ja, voornamelijk wel. Ja, ja. Lichtelijk omstreken proberen we soms ook nog wel eens erbij te pakken. Zoals Bloemendaal. Klopt. Maar je wil ook niet concurreren met andere clubs. Nee, en er zijn natuurlijk meerdere Rotaracks. En dat is natuurlijk iets wat mensen misschien niet altijd weten. Maar zoals je hebt ook Rotaries in Zandvoort bijvoorbeeld, die daar weer wat betekenen. Dus ja. Daarom is het ook belangrijk dat we ons eigenlijk wel blijven focussen op Haarlem. Omdat dat ook ons doel is om daar voornamelijk veel te betekenen natuurlijk. Jullie zijn dan onderdeel van zo'n Rotaract. Dat is dan dus landelijk. Mm-hmm. Er zijn verschillende clubs. Zijn er bepaalde dingen waar je aan moet houden? Of dingen die een beetje daarbij horen, die daarbij komen kijken? Ja, verschilt ook een beetje. Ja, we, kijk, ja, vandaag bijvoorbeeld, hadden jullie die presentatie. Ja, we werken wel eens samen. Zoals we al zeiden, kijk, je hebt de Rotary, dat staat ergens een soort van een stapje hoger dan ons. En we proberen wat daar is daar dan concreet het verschil in? Deels ook de leeftijd. Rotaract is echt gefocust op 18 tot 30 jaar. En vaak als je dan dus nog door wil stromen, ga je naar de Rotary. Dus dat zijn dan echt wel vaak leeftijden van 40. Wat dus, ouder. Ja, dus dat. En daar merk je natuurlijk ook verschillen. Kijk, wij zijn wat actiever. We zijn misschien andere aanpakken dan de Rotary bijvoorbeeld. Maar dat maakt het niet minder. Ik denk dat iedereen zijn eigen kwaliteit ook heeft daarin. Dus dat, ja, iedereen draagt wel gewoon zijn steentje bij, inderdaad. Ja, en kijk, er zijn wel bepaalde regels. Maar wat wij gewoon het belangrijkste vinden is dat we gewoon zoveel mogelijk eigenlijk kunnen doen. En wat daarbij komt kijken, dat verschilt ook weer per evenement. Je noemde het donderdagavond. Jullie komen elke week samen, donderdagavond. Ja. Klopt. Zijn studenten? Ja, ik zelf. Deels. Ja. Hoezo deels? Omdat je natuurlijk tussen een leeftijd zit van 18 tot 30. Ja, oké. Okay, maar jullie zijn allebei studenten. Wij zijn. Je geeft wel je studentenavond op. Ja, maar dat past er wel gewoon tussen. Ja, hoe bedoel je dat? Nou, ja. Ik heb genoeg tijd ook zelf op de unie om te leren. Mm-hmm. Je hebt zeg maar in de ochtend colleges. In de middag heb je dan zelf studie. Maar ik bedoel, donderdagavond is toch een beetje studentenstapavond. Oh, zo bedoel je. Ja. Nou, we gaan meestal ook wel op stap nog daarna met z'n allen. Dus het is niet echt. Daar komt de monk. Ja. Nee, dus ja, ik weet niet. We gaan ondertussen doen we ook wel gewoon een biertje. Ja. En we gaan lekker sparren dan. En we doen gewoon ons ding. Het werkt ook altijd beter met een biertje natuurlijk. Nou, misschien wel weer inbrengen. Ik geloof er wel in. Ja. Ja. Dus, ja, gezelligheid staat ook wel hoog in ons vaandel, denk ik. Ja. Kijk, we vinden het, ondanks dat je als individu bij ons terecht kan. Kijk, je kan altijd bij ons terecht om een keertje een vergadering bij te wonen. En een keertje mee te praten. Dus je zal, ondanks dat het vaak wel vanuit kringen is die je al kent, zal je altijd wel een keer een nieuw gezicht hebben. Mm-hmm. Zo ook ik. Kijk, ik heb ook mensen leren kennen in de Rotaract. Waarvan ik nu denk, dat kan ik ook vrienden noemen. Het is niet alleen collega's, bij wijze van spreken. Het is wel meer dan dat. En dat staat bij ons ook echt wel. En komt dat omdat je zo intensief samen die evenementen organiseert? Ja, ook omdat je gewoon wel veel voor elkaar over hebt. Bijvoorbeeld als iemand het wat minder heeft of minder tijd heeft, dan kan je gewoon zeggen van, oh nee, ik doe dat wel. Of je steunt elkaar ook gewoon in bijvoorbeeld moeilijke periodes. Of als je gewoon zegt, ik zit niet lekker in mijn vel, dan help je elkaar daar ook weer mee. Van nee, neem maar gewoon je rust. En als we kunnen helpen, dan is het ook prima. Maar ik kan me ook wel voorstellen als je elkaar wekelijks ziet, dat wel zo is. Hoe ziet zo'n vergadering eruit? We verzamelen eigenlijk beneden. We vergaderen dan in het Duut Theater in Haarlem. Ja. Dan wordt iedere week het kamertje boven voor ons gereserveerd. En dan kunnen we daar gewoon lekker vergaderen. Ja. Het is echt een soort bruin café-achtig. Het is wel echt super gezellig ook. Leuk. En dan gaan we echt naar boven. Dan gaat de voorzitter de agenda doornemen. Ben jij gok ik aan het handje? Sinds dit jaar inderdaad. Ja, weet je, het is een kwestie van een bepaalde agenda wat je wel erbij houdt om structuur te hebben. Maar wat in onze groep wel veel, wat je veel ziet, is we hebben hele sterke karakters. We hebben heel veel personen die gewoon heel creatief zijn, maar ook heel veel inbreng geven. En je ziet ook wel weer daarin dat er bepaalde discussies ontstaan die niet per se negatief zijn, maar waar heel veel uitkomt. Dus elke vergadering is eigenlijk wel anders. Ja, klopt. Wat we nu ook proberen te doen is een bepaald deel van de vergadering echt te besteden aan bepaalde meldingen, dingen waar we het over moeten hebben. Zijn er veranderingen geweest? Noem maar op. En een deel van de vergadering proberen we echt bezig te zijn met dingen die op dat moment geregeld moeten worden. Dus hebben we binnenkort een evenement. En dan kunnen we bijvoorbeeld het evenement wat we aanmaken op Facebook, dat kunnen we dan op dat moment allemaal ook echt regelen. Ja.
Dus dat en dat... Ja, gewoon echt productief bezig zijn. Dat is wel gewoon... Ja, we doen echt heel veel verschillende dingen inderdaad. Ja, ja, we doen ook... Naast evenementen doen we ook wel eens zelf dingen. Zoals ik heb bijvoorbeeld gezongen voor Swim to Fight Kanker in Haarlem. Mm-hmm. We hebben als team hebben we ook Samenloop voor Hoop gelopen 24 mm-hmm. uur lang. En ik denk dat je dat ook wel dichter naar elkaar toe brengt. En je meer laat... 24 uur op elkaars lip, best heftig. Is zeker heftig, ja. Ja. Dat moet je ook afwisselen. Ja. Ja, nou, het brengt je gewoon wel dichter naar elkaar ergens. En ook dichter naar het doel waar je echt mee bezig bent. Omdat je, zoals met Samenloop, je staat echt tussen de mensen die heel veel hebben meegemaakt rondom natuurlijk het hele, de ziekte kanker zelf. En ik denk dat je dan toch ook wel meer inderdaad, ja, maar wij herkennen het ook en ja, het maakt het wat persoonlijker, denk ik. Die constante confrontatie met narigheid, want dat is het natuurlijk, is dat dus, maakt dat je soms ook wel eens negatief of deprimerend of... Want je bent constant bezig met problemen eigenlijk. Nou, ik denk dat ik vind het zelf heel mooi dat je gewoon iets kan doen voor mensen die dat niet kunnen. En ja, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat voor mensen met MS, die kunnen zelf niet bijvoorbeeld zo'n Samenloop lopen. Mm-hmm. En ik vind het eigenlijk ook wel mooi dat je zelf wel iets kan doen om bijvoorbeeld geld op te halen voor mensen die dat bijvoorbeeld niet zouden kunnen. Mm-hmm. Dus... Ja, ik zie het niet eigenlijk als iets negatiefs, maar eigenlijk meer als iets positiefs voor de mensen die je kan helpen, die het niet zouden kunnen dus. Nou, en ik denk ook niet dat we echt denken in problemen, maar juist in oplossingen. Want op het moment dat jij een evenement hebt georganiseerd en ze hebben bijvoorbeeld een keer geld opgehaald voor Sri Lanka, daar ben ik bijvoorbeeld zelf heen geweest. En als ik dan echt zie wat het bereikt bij mensen, wat het gevoel het achterlaat en... Ja, gewoon doordat jij er zoveel tijd in hebt gestoken, dat je mensen echt een lach op hun gezicht brengt, dat maakt het zoveel waard. En dan zie ik het niet meer als een probleem. Dus wat je eigenlijk zegt concreet, jullie haalden geld op voor Sri Lanka, jij bent daar naartoe geweest. Ja. Is dat voor jullie een voorkeur boven het maar gewoon aan een goed doel geven? Dat het persoonlijk bij ons staat, bedoel je dan? Of? Ja, nou, meer in de zin van dat je... veel kritiek op goede doelen is natuurlijk dat er ook veel geld verdwijnt eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Of aan logistieke zaken. Of als je er zelf naartoe gaat, heb je dat wat meer in de hand. Ja, en dat is ook een reden dat we denk ik niet altijd denken, laten we het maar storten op een bankrekening en heel veel plezier ermee. Mm-hmm. Het is, we doen er echt wel iets nuttigs mee. Ja, we willen ook eigenlijk gewoon heel graag zien waar het naartoe gaat. En hoe leuk is het als je zelf ook nog eens een evenement kan organiseren, dat je ook echt kan zeggen... Het geld is ook echt naar een iets gegaan. Ja, dat je dat concreet kan maken. Ja, ik denk dat het ook echt nog wel mooier maakt dan dat je het zomaar weggeeft. Even één voor één, voor jullie allebei een antwoord. Wat is nu jullie hoogtepunt tot nu toe als lid van de Rotary Act Haarlem? Nou, ik zit er nu een jaar bij ongeveer. Mm-hmm. En ik denk dat voor mij wel echt de Samenloop voor Hoop is geweest. Dus dat 24 uur wandelen. Mm-hmm. Echt meer, want echt in teamverband was. Hoe werkte dat concreet? Dat 24 uur wandelen, hoe werkt dat concreet? Nou, je bent dus 24 uur aanwezig. Je had een soort stand en daarachter had je gewoon je tentje. En in die stand had je een soort... Ja, daar kon je dus ook weer geld mee ophalen. Dus we hadden zo'n fotoboot gedaan, dat mensen foto's konden maken. Dat was superleuk. Ja. En ja, dan ga je eigenlijk een uur wandelen. Mm-hmm. En dan wissel je elkaar steeds af om het uur. Dus je doet een soort estafette vorm. Oh, okay. Dus je bent wel echt flink aan het wandelen. Je hebt echt een uurtje slaap tussendoor steeds in de nacht. En... ja, het was wel pittig, maar ook wel heel gezellig. Want we hadden echt wel steun aan elkaar. En het was echt super, maar ook in de avond met al die lichtjes. En ja, het was toch wel een soort speciaal gevoel om daarbij te zijn. Een soort sfeer hing er ook. En ja, het was echt super mooi. Het was echt gaaf. Dat was voor mij het punt in ieder geval. Ik denk voor jou was Sri Lanka, of niet? Ja, nou, ik zit er dan ook iets langer bij natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik heb wel meerdere dingen gedaan waarvan ik echt denk, het vond heel bijzonder. Zoals dat zwemmen door de grachten. Was voor mij ook heel bijzonder. Kijk, ik ben bijvoorbeeld mijn opa ook verloren aan kanker. En dat ik dan daarna daar sta en kan zeggen, ik heb 2 kilometer gezwommen. Dat was heel mooi voor mij persoonlijk als een doel wat ik kon behalen. Maar inderdaad, Sri Lanka is een project wat heel dicht bij mij staat. En toen ik dat opperde, was ook iedereen meteen enthousiast. Daar gaan we wat voor doen. En als ik dan, we hebben bijvoorbeeld echt 80 kinderen kunnen voorzien van uniformen. En als ik daar kan staan en kan zien wat het heeft gebracht en waar het ook terechtkomt. Mm-hmm. Ja, dat blijft bijzonder. Maar ja, ik kan eigenlijk bijna niet eens één ding noemen. Elk evenement heeft zo zijn charme. En elk evenement brengt ook weer hele andere dingen. We hebben zulke verschillende doelen die we kiezen, waardoor het ook gevarieerd blijft eigenlijk. Ja. Dus ja, ik denk,
kan niet één ding noemen eigenlijk. Ja, en ook een soort karaoke bingo dan vorig jaar. Mm-hmm. En nou, dat was ook een heel groot succes. En het was ook super leuk om te organiseren. Mm-hmm. En dat is ook een soort test trial. En het liep hartstikke goed. Ja. Natuurlijk wel wat verbeteringen. Dus dat gaan we dit jaar ook weer opnieuw doen. Oh, en opnieuw organiseren. Maar ja, hopen dat het weer net zo'n groot succes wordt als vorige keer ook. Ik hoor al een aantal keer, jij bent voorzitter. Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om met de 9 grote kleuters? Ga ik dan Nou, bedankt. Nee, ik ben in mijn... Kijk, als beroep ben ik sowieso juf. Dus ik ben... je spreekt het gewoon als kleuter toe. nee, ik weet je, ik heb het overgenomen van Koen. Koen heeft het vorig jaar gedaan. En ik was ook echt heel enthousiast om het te gaan doen. Ik ben wel van aanpakken en ik zie het ook als een uitdaging voor mezelf. Van hoe ga ik een vergadering leiden en zorgen dat er zoveel mogelijk uitkomt. Maar zonder eigenlijk iedereen het gevoel te geven dat ik erboven sta of zo. Mm-hmm. Ik blijf het altijd heel belangrijk vinden om het nog steeds samen te doen. Dus ondanks dat ik misschien een naam voorzitter heb, mm-hmm. heb ik wel het idee dat we het altijd en alle tijden samen doen. Ja, sowieso. Ja. Dus dat, Hou je er veel skills uit? Je noemde dan even naar het voorzitterschap. Maar daarbuiten hou je er veel skills uit? Veel netwerk? Ja, ik denk het wel. Want je moet gewoon best wel een groot evenement organiseren. Ja, je bent heel erg veel druk bezig met social media. Was dat iets wat je hiervoor al een keer had gedaan? Of was dat echt wel nieuw? Ja, meer met hulp. Gewoon een keer op de middelbare school nog een keertje. Ja, dus okay, bloemen, maar voor de rest uit mezelf niet. Nee. Nee, dus dit was eigenlijk wel nieuw voor mij. En het is eigenlijk ook wel een goede skill om te leren. Omdat je later natuurlijk ook gewoon dingen moet organiseren. Ja. Dus ja. Ontdek je ook dat je in bepaalde dingen goed bent waar je van tevoren misschien dat niet wist? Of? Ja, ik denk het wel. Kijk, weet je, iedereen in onze groep heeft zo zijn eigen karakter, zijn eigen beroep. Ook wat hij bijvoorbeeld beoefent naast de Rotaract. Mm-hmm. Iedereen heeft zijn eigen inbreng en zijn talenten. Maar toch dien je op zo'n moment in te zetten op misschien manieren die je zelf buiten Rotaract om eigenlijk nooit zou doen. Mm-hmm. Weet je, dus het evenement organiseren. Ja, kijk, als juf zijn bij wijze van spreken zou ik daar niet zo snel aan toekomen. Ja, en toch is het zo leuk om die afwisseling te hebben. Buiten de sponsorloop natuurlijk, hè? Ja. Jantje Beton en zo. Ja, dus dat is gewoon gewoon tof. Heel leuk. Zijn jullie studentenvereniging? Beetje vergelijkbaar? Nee. Nee, ik denk het niet. Nee. Een studentenvereniging is wel echt iets meer voor de student zelf. Mm-hmm. En ja, de evenementen worden zeg maar georganiseerd om de student dichter bij elkaar te brengen, maar om de student ook wat meer te leren over zijn vakgebied. Mm-hmm. En wij zijn echt wel iemand die echt geld ophalen en niet iets wilt leren. Ja, ook wel iets wilt leren, maar niet. Ja. Ja, kijk, natuurlijk, wij leren er onbewust zelf ook heel veel van. Bepaalde mm-hmm. skills natuurlijk, maar inderdaad, je leert mensen kennen. We hebben ook wel eens gastsprekers of lezingen gehad, mm-hmm. waar je zelf ook best wel wat van op kan steken. Ja. Maar nog steeds. Nee, niet echt een studentenvereniging, zou ik het noemen. Wij doen het niet voor onszelf. We doen het niet inderdaad om onszelf soort van bij te scholen. We doen het echt voor een ander. En dat staat toch, denk ik, iets anders. Kan je er zomaar bij? Nou, je moet wel tussen de 18 en 30 jaar zijn. Ja. En gewoon goed gemotiveerd. Geen gekke ontgroeningen of zo? Nee, geen gekke ontgroeningen. Nee. We zetten hier niet een ijsbadje. Ga je niet pannenkoeken? Nee. Kijk, iedereen is welkom, zeggen we altijd. Het is belangrijk inderdaad dat je wel er echt iets meer inbrengen. Dat je natuurlijk gemotiveerd bent om er ook positieve energie uit te halen. Oh, zeker. Maar je bent altijd welkom om in ieder geval aan te sluiten bij een vergadering. Om gewoon eens te kijken van wat doen we nou eigenlijk? En hoe ziet een vergadering eruit? En of het ook wat voor je is. Ja, of voor hetzelfde geld is dat niet het geval. Maar heb je het wel gewoon eventjes bekeken? En dat vinden wij ook al heel erg leuk. We vinden het ook heel erg leuk om nieuwe mensen te verwelkomen. Dus dat betreft zeker. Is eigenlijk iedereen wel welkom. Mm. We hebben onlangs nog een nieuw lid erbij gekregen. Ja. Ook best wel vers. Dus ik ben benieuwd of hij het volhoudt. Ja, of hij het vol gaat houden. Of hij het leuk gaat vinden. Dus, Ik hoor de leeftijd een beetje 18 tot en met 30. Je komt misschien bij wat grotere goede doelen. Bij wat bedrijven over de vloer. Worden jullie serieus genomen? Of wordt het toch een beetje zo van al die jonkies?
Wat merk je daarvan? Nou ja, eigenlijk word je wel serieus genomen. Ik merk, ja, ik beheer dan zeg maar de media. Mm-hmm. En bij evenementen worden we ook heel vaak gewoon benaderd door sponsoren. En, dus we worden wel echt gewoon serieus genomen. Ja. En op de Instagram-pagina staat ook iedereen erbij. Gewoon ons gezicht met het verhaal van wat doen we, wie zijn we. Dus ja, ze weten ook wel dat we jonge mensen zijn. Ja. Komt het ook door track record een beetje? Dat jullie gewoon wel succesvolle dingen hebben gedaan en dat... Track record. Doordat jullie in het verleden wel wat succesvolle dingen hebben gedaan, dat je ook... Waarom staat het al? In februari 3 jaar. Ja, dat is best wel flink. Ja, nou ja, het zijn wel mooie jaren geweest. Natuurlijk zijn mensen weggegaan en nieuw bijgekomen. En daardoor blijft het altijd eigenlijk weer een uitdaging. Heeft ook met leeftijd te maken of... Ja, kijk, er zijn mensen die bijvoorbeeld weg zijn gegaan omdat ze op een gegeven moment gewoon veel gingen werken. Kinderen beginnen of misschien doorstromen naar de Rotary. Dat is altijd mogelijk. Ik denk dat iedereen daar ook vrij in is om zijn steentje bij te dragen tot het moment dat zij zeggen, nu was het voor genoeg mij voor voldoening. Mij, ja. Druk of iets anders. Ja, voldoende genoeg. En omdat we zo'n hechte groep zijn, zien we die personen echt nog wel. Dus kijk, wat dat betreft, je moet er positieve energie uit blijven halen. Ja. En dat is wel het belangrijkste. Ja. Merk je dat als je dan zegt, we zijn de jeugdafdeling van de Rotary. De Rotary heeft, ik weet niet in hoeverre dat terecht is, een bepaald imago een beetje. Ja, klopt. Ja. Wat zeg je daarop? Is het zo? Ja, ik denk wel, Rotary is natuurlijk... Zijn allemaal wat statiger misschien. Is dat ook echt zo of is dat een beetje een imago? Nee, ik denk dat het ook echt wel zo is. Alleen ik zie het niet per se als iets slechts. Het maakt hen heel erg gewoon zoals zij karakteristiek. Willen zijn. Het is ja, ook wel echt het geeft karakter voor aan de hoe de zij erin staan. Het is alleen niet te vergelijken met hoe wij zijn. Wij zijn echt wel... Ja. Een gemengde, gemailleerde groep. Dus dat is wel leuk. Ja, ja. Gewoon heel creatief, heel energiek en ja, gewoon wat minder hak op de tak. Elke vergadering is ook anders. En, en we vinden het ook heel belangrijk dat je ook je dingen blijft doen naast de Rotaract of zo. Ja. Het is, ja, ik denk dat het niet vergelijkbaar is. Maar dat maakt het niet... het maakt het niet zo dat bijvoorbeeld de Rotary daardoor minder is. Iedereen heeft denk ik daarin zijn eigen dingetje. Ja. Ja, sowieso wel. Wat staat er nog op de agenda, jongens? Nou, we hebben 30 november de Carabingo. Oh, dat is die... Dat herhaaldelijk evenement. Ja. Houdt het precies in, Carabingo? Nou, we hebben een soort bingo-kaart, maar het is deze keer niet met cijfers, maar we laten gewoon muziek horen. Mm-hmm. En dan moet je raden welk nummer of dan hebben we bijvoorbeeld... Wat hadden we nou? Mambo number 5 bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Dan moet je nummer 5 en dan soort, zeg maar. Ja. Ja. En dan moet je gewoon afstempelen. En dan hebben we met prijzen zijn weer van de sponsoren. Leuk. Ik presenteer dan met nog een andere vriend van mij. En het vindt plaats weer in Nieuw-Vreeburg. Dus lekker bieren en gewoon gezelligheid. Ook gewoon gezellig. Ja, ja. Ja, en je kan nog extra prijzen winnen door een liedje te zingen. Dus dan moet je lekker gaan karaoke. Dat is het kara-gedeelte. En dat is het kara-gedeelte. Ja, okay. Ja, na afloop dus, is er ook echt nog wel ruimte om gewoon voetjes van de vloer... Ja, en nog een DJ en dan dus lekker van de naborrelen en kletsen. Het is gewoon vooral echt wel gezelligheid. Moet leuk zijn. En ja. Maar eigenlijk is het doel natuurlijk hartstikke mooi. Dus je hebt een leuke avond en het geld gaat ook gewoon naar een mooie plek. Dus, ja, het doel is dit jaar dus voor Nationaal Ouderenfonds. En wat we daarmee gaan doen, moeten we nog even kijken voor de rest. Ja, maar in ieder geval iets rondom kerst natuurlijk is het altijd best wel een dingetje dat zeker ouderen misschien dan nog extra alleen voelen. Dus ik denk dat we daar heel mooi op aan kunnen sluiten. Ja. Dus, en vanavond gaan de tickets daarvan ook in de verkoop. Dus als je geïnteresseerd bent... Maar dit wordt wat later uitgesnipt. Dus je kan het nog altijd even checken. Dus het kan dan waarschijnlijk al, ja. Ja, dus, inderdaad. Zijn jullie trots? Ja, zeker. Ja. Ja? Ja. Het geeft iedere keer wel echt een goed gevoel met voor elkaar te zetten. En mijn moeder zegt heel vaak, Sian, je doet echt een super moeilijke studie. En kan je dit nog wel erbij doen? En dan zeg ik echt van, mam, ik plan het wel. Het maakt me echt niet uit. Goed, ik ga dit gewoon volhouden. En als ik het niet volhoud, dan zeg ik het ook wel gewoon tegen mijn teamgenoten. Je haalt er gewoon zoveel positieve energie en voldoening uit. Dat ik zou... Dus, kijk, mensen zijn vaak bang dat je er zoveel tijd aan kwijt bent. Maar dat valt eigenlijk relatief gezien wel mee. Mm-hmm. En je haalt er zoveel meer uit dan alleen maar... tijd erin steken, weet je wel. Dus
je kan echt wel zeggen dat je gewoon trots op jezelf ook kan zijn met wat je bereikt. Dus ja, ik zou het iedereen aanraden om gewoon eens te komen kijken. En dat we ook echt kunnen laten zien wat we doen. Ja. Dames, iedereen is welkom. Dank voor het leuke gesprek. Yes. Yes, ja, ook bedankt.